Oké, lieve mensen. Het volgende bericht is voor iedereen. Man, vrouw, jong, oud, blank, donker, pro-beleid, anti-beleid, geprikt of niet geprikt. Ik discrimineer namelijk niet. Niet op geslacht, niet op leeftijd, niet op afkomst, niet op denkwijze en al helemaal niet op het feit of je wel of niet hebt deelgenomen aan een medisch experiment. Al dan niet onder het mom van de volksgezondheid, hoe dat het ons wordt verkocht. We staan namelijk allemaal voor hetzelfde historisch moment in de geschiedenis van de mens. Maar allereerst zoals altijd, mocht je de rest van deze video willen bekijken, kijk hem dan eventjes in zijn geheel af. Bekijk het met een open mind zonder iemand meteen in een hokje te plaatsen. Alles wat ik zeg berust op mijn eigen mening en bevindingen. Mocht je deze mening delen, deel dan ook zeker het filmpje. Mocht het niet zo zijn en je bent kritisch, dat is prima, dat mag. Dat ben ik namelijk zelf ook. Maar laten we het voor de verandering gewoon eventjes netjes houden. We zijn ondertussen immers al verdeeld genoeg en meer verdeeld dan ooit tevoren. Een hele tijd geleden sprak ik mezelf uit over hetgeen dat nu realiteit begint te worden. Werd in een hokje geplaatst en uitgemaakt voor van alles en nog wat. Maar ik nam daar vrede mee en neem dat ook niemand kwalijk. Je ziet het namelijk pas als je het ziet. Wij bepalen namelijk allemaal onze eigen realiteit aan de hand van informatie die we krijgen, opslaan en voor waar aannemen. Maar daden zeggen meer dan woorden. En nu staat het toch echt voor de deur. Het vaccinatiepaspoort. Of in mijn ogen het discriminatiepaspoort. Er zou niets worden verplicht. Er zouden geen voordelen komen. Dat waren allemaal complottheorieën. Maar niet meer mee mogen doen aan de maatschappij is natuurlijk helemaal geen verkapte verplichting, toch? Hoe kun je überhaupt iets verplichten dat nog in de testfase is? Het woordje test betekent niets anders dan uitslag onbekend. Geloof me, mij gaat het helemaal niet om gelijk krijgen. Mij gaat het om de angst die ik heb voor de tweedeling in de maatschappij. Want in een vrije wereld bestaan namelijk de woorden moeten en mogen helemaal niet. Aan de lopende band worden er grondwetten gebroken. Vanaf 25 september kunnen artikel 1 en artikel 11 ook de prullenbak in. Maar wat heeft een wetboek eigenlijk voor zin als je dit constant aan kan passen? Als het je uitkomt. Wetten zijn namelijk gemaakt om de overheid en burgers te beschermen van andere burgers. En de grondwet is gemaakt om burgers te beschermen tegen een almachtige overheid. Maar als het woordje volksgezondheid om de hoek komt kijken, dan tellen deze blijkbaar niet. Maar goed, hoe heeft het zover kunnen komen? Al anderhalf jaar worden wij ondertussen geregeerd uit angst. We worden belogen en bedrogen door politici en media. Van vals positieve van een PCR-test, het bagatelliseren van bijwerkingen, verzwijgen van alternatieve geneesmiddelen, bezoekersaantallen van demonstraties, tot aan het niet in willen gaan voeren van dit paspoort. De mensen is het afgelopen anderhalf jaar alle plezier ontnomen. En de plekken met de grootste bezoekersaantallen zijn financieel afgeknepen. Kortom, ze zijn allemaal volledig afhankelijk gemaakt van de staat. De mensen zijn bereid te gehoorzamen voor wat plezier, en de ondernemers en organisatoren voor het brood op de plank. Maar zijn wij soms vergeten dat de staat voor de mensen werkt en niet andersom? Wij betalen namelijk het salaris van de mensen die ons tegen elkaar opzetten en het normale leven afnemen. Maar goed, ik geloof echt dat er mensen zijn die ziek worden en dat het geen pretje is. Maar in anderhalf jaar tijd is er geen enkel moment een woord gevallen over het voorkomen van ziekte door een gezonde levensstijl. Geen enkel moment is er een woord gevallen over het opschalen van de zorg. We zitten, als je het mag geloven, midden in een gezondheidscrisis. En ook voor deze hele poppenkast liep de zorg al over. Maar toch werd die motie verworpen. Alle andere alternatieve geneesmiddelen werden ontkend en zelfs verboden. Dit terwijl vele medisch professionals buiten het OMT hier goede resultaten mee boekten. Maar die zullen vast op een andere school hebben gezeten. Want die hebben er blijkbaar geen verstand van. De enige oplossing was dit vaccin, al heel vroeg als je het mij vraagt. Maar nu valt het allemaal langzaam op zijn plek, want dit paspoort moest er komen. Geen euro naar de zorg, maar wel 1,1 miljard naar een testmaatschappij met QR-codes. Het draait allemaal om data. Want met data heb je controle. Het is maar een testje, werd er gezegd. Nee, het was de blauwdruk en de infrastructuur optuigen voor dit paspoort. Alles ligt klaar. Het enige wat er nog moet gebeuren is het woordje test veranderen in het woordje vaccinatie en we zijn er. Technologie kan iets heel moois zijn, mits het in de juiste handen is. Want de technologie van tegenwoordig in de verkeerde handen
kan een samenleving makkelijk omzetten in een dictatuur. In mijn optiek heeft dit alles weinig met de volksgezondheid te maken. Nogmaals, ik geloof echt dat de mensen ziek worden en dat het geen pretje is, maar corona zal nooit verdwijnen. Net als de griep. Oh, wacht. Maar hoe ver zijn we bereid hierin te gaan? Want gevaccineerde mensen kunnen het namelijk nog steeds krijgen en doorgeven. De ouderen en zwakken zijn gevaccineerd, dus daarmee zou het eigenlijk gedaan moeten zijn. Het maakt je namelijk minder ziek, wordt er gespeculeerd. Maar dat is natuurlijk iets wat we nooit kunnen achterhalen. Je doet het dus niet voor een ander, je doet het voor jezelf. En als je zelf beschermd bent, hoef je toch helemaal niet bang te zijn voor een ander? Dus hoe kan het in godsnaam zo zijn dat dit ook voor kinderen wordt uitgerold? Zij lopen al helemaal geen gevaar. Nu is het vanaf 12 tot 18, maar ze zijn nu ook aan het kijken om het goed te keuren van 5 tot 12. Bijna bij alles heb je gerechtelijke bevoegdheid nodig van ouders, zolang, behalve bij dit vaccin. Dat mogen kinderen helemaal zelf beslissen. Hoe kun je als ouder sowieso je kind blootstellen aan iets wat nog zo kort op de markt is? Want als ze je anderhalf jaar geleden hadden door een arm farmaceut waren gebeld, of dat als je even je kind af wilde gooien voor een medisch experiment, dan was er geen mens gegaan. Maar nu we toch alles voor een ander doen, moeten we dan nu ook bij iedereen in de McDonald's hun Big Macs uit in handen gaan slaan, uit naam van de volksgezondheid? Want de meeste mensen die de IC bezetten hebben overgewicht, toch? Eigenlijk best ironisch als je het mij vraagt, dat je een gezondheidspas moet laten zien als je naar een fastfoodketen binnen wil gaan. Of een gezondheidspas moet laten zien in een café als je je leven kapot gaat zuipen. Maar goed, dat even terzijde. Als we eens goed gaan kijken, dan zien we dat dit paspoort wordt uitgerold op de plekken waar mensen plezier beleven. Concerten, festivals, theaters, bioscopen, restaurants. En dit is natuurlijk vrij logisch, want daar ligt op dit moment de zwakte. Want mensen snakken namelijk ondertussen naar wat ontspanning. En dan zal ik meteen even weer een complotje de wereld in helpen. De herfst staat voor de deur. Ons immuunsysteem gaat zakken en rara politiepet, net als ieder ander jaar, zullen er weer mensen ziek worden en mensen sterven. De duimschroeven zullen weer aangedraaid worden en mensen zijn nu wijsgemaakt, ja, vorig jaar waren we er bijna. Maar dit jaar ligt het niet aan de seizoensgriep of aan het jaargetij. Dit jaar ligt het aan de ongevaccineerden. Een woord dat de afgelopen persconferentie maar al te graag werd gebruikt. Reden natuurlijk om dit paspoort uit te breiden naar sportscholen, contactberoepen en eindstand misschien zelfs wel supermarkten. Als we niet uitkijken, zitten we hier straks ook met China-achtige praktijken. En voor de mensen die niet snappen wat ik daarmee bedoel, bekijk dan eventjes deze video. Daarom, lieve mensen, ik doe jullie nu echt een dringende oproep. En dan heb ik het ook tegen mensen die al geprikt zijn, want jullie hoeven dit ook niet te accepteren. Dit gaat veel en veel te ver. Alsjeblieft, ondernemers, ga hier niet in mee. Zet je tegen dit tijdelijke paspoort, zoals het ons wordt voorgehouden. Want als het er eenmaal is, dan gaat het niet meer weg. De overheid zal voor een ieder bepalen wie er deel mag nemen aan de maatschappij, waar ze wel en niet mogen komen, enzovoort, enzovoort. Kortom, je leven wordt geregeerd. Kunnen we elk jaar in een rij gaan staan voor een aantal spuiten, en doe je dat niet, dan doe je gewoon niet meer mee. Gehoorzamen brengt ons alleen maar dieper in de shit, dat hebben we nu toch wel gezien. Dus sta op voor je rechten als mens. We zijn veel krachtiger en met veel meer dan ons wordt voorgehouden. En burgerlijke ongehoorzaamheid is de enige methode tegen tirannie. En waar ik normaal gesproken altijd netjes en respectvol probeer af te sluiten, kan ik dit niet langer naar een bepaalde groep. Dus aan al die muppets die moedswillig de agenda van de World Economic Forum volgen, ons in een dictatuur willen leiden en graag voor God willen spelen, Mark, Hugo, Klaus, Angela en weet ik veel wie allemaal, een hele dikke middelvinger voor jullie. De wereld is niet van jullie. Die is van alle mensen. En voor de rest, laat je alsjeblieft niet gek maken. Blijf dicht bij jezelf. Sta in je kracht en laat je niet chanteren om iets in je lichaam te spuiten wat jij niet wil. En vertrouw op je eigen gezondheid, zoals de natuur die je heeft gegeven. Alleen maar liefde.